vanaf onze geheime locatie. Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk. www.etherbrothen.com. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Herinner u zich deze nog? Jij bent tatoeëerder, of ja, tatoeëerder, zo heet het waarschijnlijk, van je beroep. Ja, nou, niet van mijn beroep. Het is een uit de klauwen gelopen hobby. Later kreeg ik wat meer vrienden in die business. Ja. Want het is een hele besloten club. Ja. Want iedereen die het in Nederland voor zijn beroep doet, die ervan moet eten. Ja, die zegt, ik vertel jou helemaal niks, want iedere gulden die in jouw zak komt, had in de mijne kunnen zitten. Maar wat is je eigenlijke beroep dan? Mijn eigenlijke beroep is, ik ben gepensioneerd adjudant of opperschipper van de Koninklijke Marine. Met als specialisatie duikerdemonteur. Ik neem even een slokje, want na kwart over negen 's morgens mag ik geen koffie meer van de dokter. Het is een lucratief tijdverdrijf. En je komt mensen kom je tegen en die iedere keer weer zeggen, want ik heb een verschrikkelijk slecht geheugen op het gebied van gezichten. Dan kom je iemand tegen of in de kroeg of op circuit, een beach. Dan zeggen ze mijn gedrag. En wat onlangs nog in een café gebeurde, dat er een vrouwtje zei van, hey, hoe is het nou met jou? Ik zei, nou perfect hè, want het is weer mooi weer vandaag en niet koud. He, dus, en dat kan je dus gewoon hier altijd zeggen. Maar als ze dan dus op een gegeven moment een borst laten zien, dan zie ik, zeg ik, oh ja. Dan herinner ik mij dat weer. Doen ze dat vaak? Het gebeurt natuurlijk niet legio dat ze met de borsten bloot in de kroeg staan. Maar het gebeurt gewoon, ja. Komen er veel vrouwen? Natuurlijk, dat als kerels kinderen moesten krijgen, dan stierf de wereld binnen 10 jaar uit. Want ze zitten te piepen, ze vallen flauw, ze vreten de klep van de petje op. En ik word er af en toe word ik er misselijk van, want dan moeten ze weer naar buiten toe. Dan moet Melder op komen draven als mijn assistente. Als een soort verpleegster. Voor een bakje ijswater. Ja, en dan denk ik, jezus jongen, was je maar een vrouw.